dus een goede beweging. Voor het doel is uiteraard Santos. En die wordt nu aangespeeld en die tijd verkeerd. Nou, die beter moet doen. Uiteraard komt Kane ook mee. Appia. Bal niet bij voor. Peersman weet dat te voorkomen. Dan alsnog. Maar voor dan voor. Er werd even aangetikt. Komt dan wel tot een schot. Maar daar heeft Nunez geen probleem. Hoe is dat? Om Kane heen. Born. Wordt die bal nog even richting veranderd. En dus een hoekschop. Dat was toch een aardig dreigend moment daar voor het doel van NEC. En die wordt dan bij de eerste paal naar de tweede paal gekopt. Van de streek. Dat is toch een aardige hoekschop. Bartel. Hoefdraad. Ja, niet onaardig. Jones moet zich strekken. NEC leunt er toch een beetje te veel op dat het allemaal wel goed komt. Maar zo is het niet. Ook niet als je tegen de nummer laat speelt. Van de streek. Bartel naar de eerste paal. En daarachter is de ruimte voor Hoefdraad om uit te halen. Doet hij ook wel, maar... uit vrije positie. Een behoorlijk stukje naast. Nu is het Limbombe aan de andere kant. Limbombe, verre hoek. En dan ricocheert de bal er net niet in. Heeft Cambuur geluk. Met Santos in de buurt. Limbombe, Nienhuis. En dan heeft hij mazzel dat Santos die tegen de bal aanloopt. Die bal dan weer tegen Nienhuis aanschiet. Jarier, dat is een aardige bal. Van Veen. Van Veen, komt hij tot een schot? Ja, maar niet echt lastig genoeg om Brad Jones te verontrusten. Santos. Al daar snel tussen gelegd. Appia met de voeten bij. Woudenberg. De bombe. Dreigend naar binnen. Nienhuis met twee vuisten. De vuisten van Nienhuis en de toeschouwers kunnen dat waarderen. Rolla. Santos. De bombe snel daar voorbij. Peersman. Bal bij de tweede paal blijft daar liggen. Wordt binnengetikt. Is 1 over NEC. En het mag. Het is voor wie het doet. 8 minuten na rust, dan de voorsprong voor NEC. Niet na een echte flitsende aanval, maar eigenlijk een beetje zo rommelend en frommelend zoals het eigenlijk een beetje gaat in deze wedstrijd. Ja, daar bij de tweede paal op Peersman. Voor. Nog een keer voor. Behendig. Ja, en dan Santos van dichtbij. Dat moet dan toch raak zijn, maar Nienhuis ligt in de weg en blijft in de weg liggen. Limbombe. Limbombe. Roman. Eindelijk scoort hij voor NEC en het is op een moment, ja, een doelpuntje komt altijd op een goed moment. Op het moment dat NEC een grote kans op 2-0 had laten liggen via Santos, is het nu via Mihai Roman 2-0. Goed gedraaid, dan schuift hij de bal in de verre hoek. Jones. Het is buitenspel voor Van Veen, maar niet als hij hem laat lopen. En dan gaat de bal binnen via Hoefdraad en doet Cambuur weer mee in de wedstrijd. Hoefdraad is het meest attent in deze situatie, maakt zijn eerste voor Cambuur. Ja, en dan staat hier Van Veen wel buitenspel, maar die laat het allemaal lekker gaan. En dan is Hoefdraad geen buitenspel natuurlijk, Hoefdraad attent. Ja, dat zal de ploeg van Keizer ongetwijfeld wat extra energie geven. Niet al te best ingekopt,
en dan voor de lijn nog weggehaald door Santos. Vloed, Jones, blijve Cabessi even. En dan ook nog Santos met het hoofd. NEC wint, zoals wel werd verwacht. Maar het ging toch allemaal niet zo heel erg makkelijk. Cambuur moet het maar doen met dat het niet zo heel erg slecht heeft gespeeld. Nog terugkwam tot 2-1. Dat moet ergens moed uitputten. Het moet aan de bak. Dat kan dan midweeks tegen Willem II.